Joey Brik, welkom bij City Skylines Modded. Nou, weet je, ik ben af en toe wel eens een uitsteller. Ik wil dingen wel eens lekker bewaren tot het laatste punt. En vandaag is dat effectief geweest. Want kijk eens wat hier staat. After Dark. Moet je eens kijken naar deze screenshot hierachter. Het is allemaal donker. Dit is vandaag, voor jullie gisteren, misschien eergisteren. Donderdag, de dag voordat deze online gaat, is er een DLC voor City Skylines uitgekomen. En uit After Dark. En ja, dat samen met de mods die ik geïnstalleerd heb. Ik ga nog niet vertellen welke mods. Dat is een leuke verrassing, hoop ik. Wij hebben zoveel meer nieuwe content om te verkennen. Oh man, ik heb er zoveel zin in. Dus wat ik ook gedaan heb, ik heb een aantal maps gedownload. Deze bijvoorbeeld zag er wel leuk uit. Nederland, ze hebben zelfs een map van Nederland gemaakt, zie je dat? Dan hebben we deze nog. En de Tensani River. Deze gaan we gebruiken. En tenminste, deze vond ik het mooiste uiteindelijk. Dus we gaan hem lekker starten. Maar City Skylines After Dark. Dus ik heb even zitten zoeken naar, zeg maar, wat er allemaal in zit. Het is een DLC, het is 15 euro. Valt best wel mee op zich. We kunnen wel wat vette dingen. We kunnen zo op die manier de dag- en nachtcycle besturen. Dus weet je wel, 's nachts wordt het minder verkeer, of is het minder druk op de weg. Wat je dus ook echt gaat merken. En ja, gewoon een beetje die kant moet je ook rekening mee gaan houden. Wat super vet was. City Skylines had geen dag-nachtcirkel. Wat SimCity, de nieuwe uit 2013, had dat wel. Traffic plus plus, ja, het zal wel. En dat zal ook wel. Yo, dit is toch mooi dit. Het is een beetje mistig nog wel, maar goed, maakt niet zoveel uit. En ja, hier, dit is al super plus plus. Hier staat alles al 1 geëleveerd en veel groter kruispunt. Maar goed, beeld rood. Ja, wat hebben we dan nog meer? Leisure specialization. Dus weet je, de leisure, dat is vermaak, weet je wel. En dat gaat dus meer actief zijn 's nachts. Wat ook vet is, weet je wel, nachtclubs of zo. En ja, dat is wel logisch. Dus daar moet je dan ook weer rekening mee houden. Tourism specialization. Dus bars, restaurants, small marina. Wat is dat? Dat zou dan fish shops, weet je wel, zijn. En fishing tours. On the shoreline, bladibla. Beach activities. Super vet, echt. zo leuk. Dus even kijken, we gaan nog even deze wat verder maken. Tot daar of zo. En dan gaan we gewoon vast de eerste mensen kwijt. Zodat we alvast gewoon een beetje onze stad beginnen, zeg maar. Boom. Maar goed, ik heb serieuze plannen voor dit stadje. Wat we uiteindelijk nog wel gaan bespreken een keer. Maar we hebben eerst een DLC om uit te checken. Dus laten we dat maar als eerste doen. Oké. Dus dan hebben we water nodig. Laten we dat out of city limits. Oh ja. Zo. En zo. En connect. Dankjewel. En connect jij daar maar naartoe. Ietsjes verder eigenlijk. Maar goed, wat hebben we dan nog meer? City services. Oh ja, we hebben super veel vette extra services erbij. Zo hebben we een prison. Weet je wel, gevangenis voor criminals. En we hebben taxi service. We hebben een cargo terminal. Dus weet je wel, voor boten. Die nu ook een treinstation in zich heeft. Wat ook super vet is. Dat is natuurlijk wel logisch dat bestaat. Of tenminste dat we dat nu hebben. Maar goed, het is gewoon een vet iets, weet je wel. En dan hebben we ook nog een internationaal airport, wat een mega van grote airport is. En een bus terminal, wat zeg maar mensen kan transferen. Dus dat is ook wel een logisch puntje, zeg maar. En we hebben wegen voor bikes. Fietsers. Yo! Weet je wel. We hebben fietsers. Dus dat is ook vet. En bus lanes staan ook. Nou, daar heb ik een mod voor geïnstalleerd, maar goed. Dat is dus blijkbaar niet meer nodig. We hebben ook dat soort wegen nog. En deze hebben we ook al vrijgespeeld. Oké.
Op zich mogen er wel mensen komen. Ja, kijk eens aan. En ja, ik heb gewoon... ik heb het wel gemist, deze serie. Moet ik je eerlijk vertellen. Maar, ja. Het ziet ernaar uit dat we weer een leuke serie ervan kunnen gaan maken. En ja, kijk eens aan. Dat is verbonden met elkaar. Super nice. En dan, ja. Ik bedoel, moet je naar deze gekke map zien? Kijk, joh. Het ziet er toch vet uit. We hebben first person ook uiteraard weer terug. Of nou, heb ik eigenlijk niet weggehaald. Maar hier, ik bedoel, hier kunnen we toch epische dingen mee, zou je toch zeggen? Wel verder spelen trouwens. Hier gaan we wel wat leuke dingen mee doen, geloof me. Ja, dit moet wel wat worden. Oké, als we nou eens even eerst mensen gaan verwelkomen, zodat wij wat geld kunnen gaan verdienen. Laten wij jou even weghalen. En dan... Oh ja, auto bulldozer heb ik ook. Boom. Als het goed is staat het al aan, dus dat is fijn. Trouwens, we gaan dit... wel lekker houden. Oh ja, en we hebben nieuwe muziek. Hoor je dat? Zodra ik stil ben, meteen... geen muziek meer. jammer. Jammer. Tegenvalletje. Research milestone. Oh ja, die hebben we ook natuurlijk weer. Elementary school. En in de loop van deze serie wil ik uiteraard wel gewoon weer... andere... assets of mods ga ik dan gewoon weer toevoegen. Uiteraard als je suggesties hebt, kunnen die ook weer in de reacties achtergelaten worden. Maar... ja, over het algemeen hebben we een aardig selectie van mods, naar mijn idee. Is misschien een beetje duur voor het moment. Waarom zouden we deze weg ook weer kiezen? Oh, speed 50, altijd handig. 4 lane, returning lane, ook altijd handig. 4 lane, mid lane. Median, wat? Parking spaces, sure. Doen we gewoon deze. Oh! Oh, dat is super handig. Small 4 lane. Check dit. Yo. Super vet dit. Jong. Dat is wel leuk hiervoor in het midden op het moment. Oh, dat was niet de bedoeling. Boom. Ja, oké. En dan gaan wij hier zo. Als wij dit dus even uitbreiden, gaan we hier vast wat... oh. Nou. Zie kleren dingen. Hier zo gaan wij wat... Oh, is een beetje... Ja, misschien niet hier. Ik wil ook vast wat van dit weghalen. Dat hebben we dan niet nodig. Kunnen hier zo wel. Sure. Kijk, als je de stad in komt, allemaal industrie. Dat wou ik zeggen trouwens. Was ik vergeten te zeggen. Oh, en deze moeten we ook even aansluiten. Zo. En voilà. En ik laat die automatisch expres wat ruimte over, zeg maar, voor... zodat we, zeg maar, hier rotondes kunnen gaan bouwen en alles. Dat lijkt me ook wel handig om te hebben, namelijk. Oh man, oh man. Even kijken. Zie je dan ook echt gewoon de zon hoger of lager gaan? Ja, je ziet hem bewegen. Oh, super vet. Nou gaat het nacht worden. Ja! Oh mijn hemeltje. Oh mijn hemeltje. Oké, dit wordt een thumbnail, sowieso. Sowieso. Hoe ver zitten we? Ik kan het niet zien. Oh, dat is fijn. Oh man, dit is zo vet. Zo vet. Oh, en dit zelfs. Oh ja. Oké, misschien vind ik dit wel een beetje te leuk. Misschien. Denk dat we wat... Oh, misschien... Ja, zullen jullie eens van stroom voorzien? Is misschien handig. En water uiteraard ook. Zo. Kijk eens aan. Dat is toch vet dit, jongens. Oh, en je hebt zelfs een klein lichtje waar je muis gaat. Dan kan je een beetje zien wat je aan het doen bent. Echt, jongens. Dit is toch zo vet. Ik krijg een e-mail. Ja, dit vind ik echt super vet. Educate citizens, dat hebben we nog niet. How is the building doing? Ja, ik heb geen idee. Dit interesseert me eigenlijk ook niet zoveel.
Oh, ik vind het vet dat je hier zo zeg maar andere soorten lichten hebt dan daar. Zie je wel dat de kleur een beetje anders is? Ja, dat zijn dan weer de dingen die mij opvallen. En je hebt duidelijke grids gewoon, dat is ook handig. Jongen. Ze hebben wel een leuke mod in elkaar gezet hoor. Of een leuke mod, wat? een goede DLC. Ja, ik denk zeker tot nu toe is het geld wel waard. Poef. Was dat eerst ook zo? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Bicycles. Vet. Ja, maar goed. Zullen we eens even een beetje gaan kijken welke mods wij helemaal hebben? Wacht, ik wil eerst heel even zien. Ja, oké. Zo, ik moest even heel even uit het spel. Ja, want dan kan ik zien hoe lang ik aan het opnemen ben. Dan weet ik nog hoe lang ik heb, zeg maar. Laten we eens beginnen met wat transportmods. Dus, zoals je misschien wel gezien hebt, we hebben heel veel meer wegen hier zo. En dat hebben we ook hier. En hier zo. En we hebben er hier een paar bij. En hier zo zitten er een paar bij. Ik heb gewoon een paar mods toegevoegd die zeg maar ervoor zorgen dat we buslanes hebben. En we hebben vooral geloof ik snelwegen die... deze gaan zeg maar 100. Dus je met auto's die hier op rijden, die gaan 100. Dan weet je een beetje hoe snel dat is. Ik heb snelwegen van 200. Dus dan gaan ze twee keer zo snel. Toch absurd. En ja, dat soort dingen. Ja. Zitten dus in die mod. Volgens mij heet het German Road mod of zo. Weet ik veel. Ik weet niet precies hoe het heet. Ja, nee, rename districts. Ja, misschien zouden we dan districts moeten kunnen maken. Dat kunnen we nog niet. Population nog 700. 360. Ah, daar zitten we bijna. Hoe groot is onze residential demand? Ah, we hebben nog wel. We hebben nog wel plek, hè? Zo. Laten we dan wat commercial toevoegen. Zo. Wat hebben we dan verder nog? Qua transport hebben we een aantal mods die ervoor zorgen dat we grotere capaciteit bij dingen hebben. Bijvoorbeeld bij bussen. En dan moet ik even zien te vinden waar die dingen zijn. Wow! Sick! Wacht even hoor. Ik ga eerst even een middelbare of een basisschool toevoegen. Oké. En zoals je kon zien, hadden die daar niet echt een connectie. Nu wel. Kijk eens aan. Voilà. Dit is zeg maar. Dit is trouwens ook een mod. Vehicle manager of zo. Super handig, maar eens even kijken hoor. Bus. Kijk. Dit is je standaard bus. Nou heb ik er dit soort dingen, bussen ertussen staan. Super vet, weet je wel. Capacity kunnen we trouwens hier ook zetten, hoeveel capacity we willen hebben. En normaal hebben we 30 uiteraard, deze hebben we wat meer. Maar we hebben ook dit soort bussen. Harmonica bussen? Volgens mij heet die harmonica bussen. En ik heb zelfs een, ja hier, dit soort bussen is ook vet. Als we eens even kunnen vinden, als het goed is, ja hier, dit is het tussenstuk. We hebben dus ook gewoon een bus die zeg maar, kijk, als je dus deze hebt, dan heb je eerst deze en daarna die. Dus die kan nog langer, zeg maar. Super vet. Zeg maar een dubbele harmonica bus. Ik heb er nog maar één keer van, één zo'n bus in het echt gezien. Dus ze zijn best zeldzaam, maar ik bedoel, het is wel vet om er een te hebben, nietwaar? Wat hebben we dan verder nog? Passenger trains, oh man. Dit zijn je normale passenger trains uiteraard. Ik heb allemaal gekke airport treinen, zeg maar. Met zo'n locomotief ervoor. Maar ik heb ook de NS mod. Nou, ik denk dat, zeg maar, ze zien er allemaal een beetje zwart uit omdat ze nog niet compatible zijn met de DLC, naar mijn idee. Maar de standaard treinen heb ik wel, weet je wel. Hier. Oh, je kon een beetje zien welke trein dit was. Zie je hem? Dit is je standaard Intercity. En als het goed is heb ik verderop. Ja, hier, dit is die nieuwe dubbeldekker. Voor de mensen die wel eens met de trein rijden. En dan hebben we ook de oude nog, als het goed is, ergens. Ja, dit is... Nee, dit is niet de oude. Dit is wel de oude. Ik weet het niet meer. Even kijken naar... Nee, dit is niet de oude. Wat?
Nou, in ieder geval, we hebben ook nog alle stoptreinen erbij zitten. De light rails hebben we. Ja, hier, dit is de nieuwe sprinters. Dit zijn de nieuwe sprinters. En we hebben... ja, hier, dit is die oude Intercity. Of de oude dubbeldekker. Nee, de... Ja, je hebt drie soorten dubbeldekkers die er nog rijden. De oude, de middelste en dan de nieuwste. En dit zijn de middelste dan, zeg maar. Misschien dat je weet waar ik het over heb. Als het goed is, hebben we niks bij Metro. Nee, dat klopt. Cargo ships hebben we niks. Volgens mij hebben we bij normale... passenger ships ook niks. Ik moet even wat voor vinden. Planes heb ik niks, maar dit bedoel, die kunnen 200 mensen aan. Dat hebben we nooit gehaald. Hebben we dan nog meer wat? Uit mijn hoofd weet ik het niet. Maar goed, in ieder geval, daar kunnen altijd nog extra dingen bij gaan komen, uiteraard. Je weet het niet waarmee we gaan komen. Dus dat is iets. Eens even kijken hoor. 60 per cel. 270 per cel. 270, oké. Okay. Ik wil je uiteraard ergens wel een keer een... grote weg ertussen door hebben. Dus ik bedoel, dan kunnen we meteen hier vast doen. Zo. Dan zit hij er vast ingepland, zeg maar. En voilà. Oh. En voilà. Zo, kijk eens aan. En de traffic manager zit er ook gewoon nog in. En die schijnt nog te werken, zoals je dus kan zien. Wat altijd handig is. Het wordt wel gewaardeerd. Laten we vast meteen dit hier zo upgraden naar een wat grotere weg. Boom. Boom. Het is altijd handig om vast schoon te hebben. Zo. Want dan hoeven we daar later geen zorgen meer over te maken. Heel even op pauze zetten. Zo. Want, ja, dit is niet goed. We willen hier zo 4 breed, zodat er echt grote gebouwen komen. En, oh, dat is nog goed. Huh, dat is oh ja, die weg heb ik nog niet veranderd. Lol. Boom. Want gebouwen kunnen maximaal 4x4 worden, dus ja, daar willen we zeg maar rekening mee houden. En laten we dan hier ook meteen wat doen. Oké. En ja, weet je, we willen gewoon... We hebben natuurlijk gewoon veel geleerd tijdens onze vorige... Ja, vorig seizoen zou je kunnen zeggen. En dat willen we uiteraard gewoon weer gaan gebruiken bij deze... De kennis die we gekregen hebben, willen we gebruiken voor deze map. Zodat we dingen beter opzetten. En ja, uiteindelijk gewoon het hele soortje beter doen. Dus, oh, we hebben niet genoeg stroom. Zie ik opeens. Laten we dat meteen even goed doen, zo. Eigenlijk moet ik ook even een nieuwe manier verzinnen voor stroomopwekking. Want dit is een beetje jammer. Oh, dit is vet. Hier. Ziet toch vet uit. Hmm. Misschien als we hier een dam neerzetten of zo, dat echt super vet gaat werken. Hier zo of zo. Ik weet het niet. Dit kan al helemaal vol gaan lopen. Yo. Eens even kijken. Wanneer krijgen we de dam ook alweer? Hydroplant. 8000 mensen. Oké. Okay. Moeten we kunnen overleven, nietwaar? Hoe gaat het met jullie? Educate more citizens. We hebben meer industrie nodig. Oké. Laten we er eens even wat bij bouwen. Oh, niet upgraden. Gewoon bouwen. Dat is ook weer fijn. Zo. En dan wil ik ook dit even zo wordt. Kijk eens aan. Dan kunnen we meer personen erop kwijt. Hebben we dan ook een kleine... Nee, oké. Dat hebben we dan weer niet. Dat is jammer. Ik wou zeggen, van misschien hebben we ook wel een kleine 3-lane road, zeg maar. Wat dan eigenlijk 6 lanes zou zijn. Maar dat hebben we dus niet. Wat een beetje tegenvalt. Maar goed. Kunnen we er wel mee leven, denk ik. Allemaal nieuwe auto's ook, hè? Oké, dit is echt veel te hippie. Waarom? Nou, hij unfocuste, zag je dat? Dat is vreemd. Is dat een ding nu? Vet. Oké. Maar goed, we hebben dus nieuwe auto's. Wat leuk. Dus we kijken, kunnen we dat vinden ergens? Of die auto focust. Ik heb geen zin om een cameraman te spelen hier zo. Dat doe ik al op mijn school. Ik zie het zo snel niet. Field of view. Nou, dat kunnen we wel wat groter maken. 60, boom. Ga weg, tap. Ja, hier zie je. 60 ziet er toch wel mooier uit. En oké, ga maar weer weg jij.
How are we doing? Volgens mij gaat het wel lekker. Ja, zie je. Second loans. Die hebben we nog niet nodig. Unique buildings. Kijk, we gaan gewoon... Weet je, dit begin. Smoke detection. Oké. We gaan gewoon lekker snel door dit eerste, deze eerste fase heen. Wat is dit nou weer? Tourism and leisure. Oké. Statue of Wealth. Ja, al deze dingen hebben we natuurlijk al. Nou, niet allemaal, maar... Grootste gedeelte. We kunnen wel vast een dingetje neerzetten, toch? Slope too steep. Wat is deze grap dan? hier zo of zo. Zo. En dan moeten we even dat stroom weer aansluiten. En we hebben niet zoveel geld meer. Oh, daar moeten we natuurlijk ook weer op gaan letten. Op dat geld. Dat was ik gewoon even compleet vergeten. no level up available. Oké. Okay. Dat is goed om te weten. Jij begint ook al lekker vol te raken. Ja, ja, ja. We gaan een leuk seizoen hebben. Dus ik wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Stel je hebt reacties, dingen, gedachten die je allemaal achter wil laten. Doe dat graag. Ik kijk uit naar je reacties. Ik denk dat dit een heel leuk seizoen gaat worden. Toch? Jawel. We gaan er een leuk seizoen van maken. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer gewoon weer terug bij City Skylines. Later!